Humphrey Hildenberg, een man van weinig woorden, had een levensverhaal vol woorden. Woorden van de kleinkinderen van de overleden ex-minister van Financiën. Hildenberg is gisteren onder grote belangstelling ten grave gedragen. Velen waren aanwezig om een laatste groet te brengen aan hun man, vader, oom, partijgenoot, koorlid, vriend en kennis. Tijdens de uitvaartplechtigheid in de grote stadskerk werd hem grote lof toegezwaaid. Namens het ministerie van Financiën voerde ex-minister en huidig beleidsmedewerker Adeline Weinerman het woord. Ze liet de verdiensten van Hildenberg de revue passeren. Ze bleef vooral bij twee feiten stilstaan. Namelijk de totstandkoming van de wet op de staatsschuld en de instelling van dit bureau en het bureau welke belast is met de uitvoering van deze wet. Een ander feit is de omwisseling van onze munteenheid naar de Surinaamse dollar. Ook heeft de minister Hildenberg in zijn periode getracht innovatieve zaken bespreekbaar te maken en het management daarop voor te bereiden. Zijn inzet hebben wij dus zeer gewaardeerd. Zoals velen zeggen, aangeven, was de minister een man van weinig woorden. Dat hebben we ook op het ministerie zo ervaren. Maar desondanks wist je als functionaris op het ministerie wat hij met die weinige woorden van jou verwachtte. Wat jouw inzet, bijdrage zou moeten zijn. De NPS-voorzitter Gregory Rusland bestempelde Hildenberg als een waardige partijgenoot. Voor de NPS was hij de financiële technisch deskundige op wiens inzichten beleid kon worden geformuleerd. Zijn empathie voor de Surinaamse mens lag volgens Rusland heel diep. U hoort ook de oud-voorzitter van de NPS en oud-president Ronald Venetiaan, die aangaf dat Hildenberg in de moeilijke financieel-economische situatie de geldtrommel van de staat heel goed beheerde. Het is onder andere om die reden dat Humphrey zich richtte op het voeren van goed, prudent, financieel-economisch beleid, zodat elke Surinamer daar voordeel aan kan hebben. Tijdens sessies met jongeren die zich aansloten bij de NPS, had Humphrey een vaste en duidelijke boodschap. Hij zei tijdens een van de sessies het volgende: NPS, na amorum edre partij, Fusrana. Jongeren die zich aansluiten bij de NPS kunnen het goede van het kwade onderscheiden. Humphrey heeft natuurlijk nog vier wensen gehad voor zichzelf, voor zijn familie en vrienden, voor zijn land en volk. Maar ook in het persoonlijke geld de regel dat je met de beschikbare middelen slechts het maximaal mogelijke kunt bereiken. De Almachtige heeft beslist tot hier en niet verder. Wij hier op aarde treuren met Lea en je familie om het verlies. Wat je prestaties betreft, zeggen we tegen je: ga gerust, ga in vrede. Daarboven is er geen limiet aan goeds dat je ten deel kan vallen. En dat wensen we je van harte toe. Mogen bewaarheid worden wat in je advertentie staat. Als de klokken luiden, ben ik vele thuis. Aldus oud-president Ronald Venetiaan gisteren bij de uitvaartdienst van Humphrey Hildenberg in de Grote Stadskerk. Het koor Harmonie, waar Hildenberg lid van was, luisterde de dienst op met toepasselijke liederen. Na de uitvaartdienst werd het stoffelijk overschot naar de begraafplaats Mariusrust vervoerd, waar hij met staatseer is begraven. Hildenberg is 71 geworden. Hij laat een vrouw en zoon achter.